Welkom. Welkom allemaal bij dit Hartslagcafé. Een initiatief van studiegeneralen van de universiteit. En we zijn heel blij dat jullie er zijn. Hè? En ik hoop dat jullie zelf ook heel blij zijn om weer eens in de café te komen. Of sterker nog in de Paradox. Vanavond gaan we het over Rusland hebben natuurlijk. En de strijd met het Westen. Of althans, als we het zo moeten gaan betitelen. Oekraïne die in de klem zit. Wat zit daar allemaal achter? Wat zijn eigenlijk de echte doelen die erachter schuil gaan? Welke strategieën voeren ze uit? Dat soort vragen die hebben we bij Christ Klep voorgelegd. En die probeert ons natuurlijk allerlei antwoorden daarop te geven. Christ is onderzoeker, universitair docent, militair historicus natuurlijk. En in militaire vraagstukken en diplomatieke vraagstukken helemaal thuis. Christ gaat drie kwartier ongeveer spreken, misschien een uurtje. Dan is er ruim de tijd voor vragen. En om 9:30 ronden we af en dan drinken we nog gauw een biertje. Voordat we om 10:00 jullie eruit moeten vegen, vrees ik. Dus dat gaan we dan maar doen. Oké, veel plezier en ik ga straks rond met de microfoon om jullie vragen te inventariseren. Oké, nou, de vloer is aan Christ en een groot applaus graag. Ik heb nog niks gezegd. Welkom. Jeetje, wat goed om weer eens een keer gewoon voor het publiek te staan. Dat is voor mij ook wel weer heel bijzonder. Welkom dus. Fijn dat de opkomst hartstikke goed is. Ik moet zeggen, ik moet opschieten, want je weet nooit wat er met de Russen gebeurt. Hè? Het kan best zijn dat we zo meteen thuiskomen en dat ze alsnog met een inval op Oekraïne zijn begonnen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik moet u even wat vertellen, Hans zei het net al, maar nog wat meer over mijn achtergrond. En dat is dat ik ook Ruslands deskundige ben of was. Ik studeerde in 1988... af aan de Universiteit Utrecht bij wat toen nog een hele grote afdeling was. De afdeling Ruslandkunde en Kremlinologie. Dat zegt u waarschijnlijk wel iets. He, wij keken naar wie er in welke volgorde bovenop het Kremlin stonden als de meiparade voorbij kwam. En probeerden daaruit af te leiden wie er op dat moment aan de macht was. Wat altijd best wel ingewikkeld is. Nou, gelukkig hebben we Noord-Korea nog, dus we kunnen dat nog even volhouden. En ik studeerde af in 1988... En degene met enig historisch besef weten dat het jaar wat erop volgt 1989 was. En dat het jaar erop de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En dat Duitsland herenigd werd. En dat het Warschau-pact een jaar later uit elkaar viel. Dus het was, ja, niet, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, niet helemaal een good career move om dat te gaan studeren. Toen ben ik even universitair docent geworden, junior docent. Had niet zoveel toekomst, althans qua contracten niet, moet ik zeggen. En ben toen bij het ministerie van Defensie gaan werken, al waar men een hele grote historische afdeling heeft. U zult binnenkort ook het Nederlands-Indië-debat komt weer helemaal los, Indonesië-debat. Nou, dan zult u zien dat daar prominent aanwezig zijn historici van het ministerie van Defensie. En het zal u misschien verbazen dat die afdeling 40 man groot is. Dat is een faculteit, om het zo maar eens te zeggen. Dus daar heb ik 10 jaar gewerkt, heb ik daar wat militaire kennis opgedaan. Ik ben zelf van 1959, wat betekent dat ik niet in militaire dienst ben geweest. Maar dat is helemaal niet erg, want het is veel leuker om vanaf de muren naar binnen te kijken dan dat je zelf in het park zit, zeg ik altijd maar. En daar heb ik dus ook wat kennis op gedaan, althans dat hoop ik, van militaire operaties en militaire jargon en dat onnavolgbare militaire wereldje. Daarna nog een aantal andere dingen gedaan. Militair docent geworden, hier ook op de KMA. Internationale betrekkingen gaan doen, mensenrechten, nou, de hele rattenplan, algemene geschiedenis, enzovoort, enzovoort. En Rusland is mij natuurlijk altijd heel erg blijven interesseren, zoals u zich kunt voorstellen. Vooral ook, en dat zal een van de rode draden zijn, 20 jaar geleden was dat een woordspeling, maar het zal een van de rode draden zijn door dit verhaal, is dat we weer heel veel terugzien van wat we in de jaren 80 bestudeerden. We zien heel veel continuïteit toch, ook in het Russische buitenlands beleid, wat we eigenlijk onder de Sovjet-Unie ook zagen. Goed, maar ik wil u eerst dat ene prangende thema
aan de orde stellen wat iedereen op dit moment bezighoudt. Namelijk, kunnen wij die satellietbeelden eigenlijk wel vertrouwen van de Amerikanen en tegenwoordig ook van allerlei commerciële sites en organisaties en private denktanks en wat er allemaal niet is. Het is een sport op zich. Het is een delicate kunst om dit soort satellietbeelden te interpreteren. En elke derde, vierde zin van elk nieuwsbericht op dit moment is: satellietbeelden tonen aan dat de Russen hun troepen aan het versterken zijn langs de grens met de Oekraïne. En dat doen ze intussen al 3 maanden. Dus ik vraag me af waar ze toch al die troepen vandaan halen om elke keer maar weer. Dus er zit iets. Er is iets niet helemaal in de haak met die satellietbeelden. En elke analist zal u kunnen vertellen dat dat ook inderdaad zo is. Je moet 20 jaar opgeleid zijn en zelfs dan kun je hoogstens waarschijnlijkheden uit satellietbeelden halen. Kijk, die satellietbeelden geven natuurlijk wel heel veel weg. Als er opeens veel voertuigen op een kazerne staan, veel meer dan voorheen, dan zal dat waarschijnlijk een indicatie zijn dat er meer mannen en meer voertuigen staan. Ik bedoel, dat kunnen we er wel uithalen. Zijn er opeens veel helikopters op een vliegveld in de buurt, dan zou het kunnen zijn dat er een luchtmobiele brigade gearriveerd is, want die gebruiken helikopters. Is het terrein in de buurt helemaal omgeploegd, dan zal het waarschijnlijk een tankdivisie zijn, want die zijn daar waarschijnlijk aan het oefenen. Dus je kunt heel veel uit die beelden halen. Maar een van de zaken die je er absoluut niet uit kunt afhalen, uit afleiden, is wat gaan ze doen? En dat personeel wat er is, is dat aanwezig bij de voertuigen? Oefenen die om te oefenen of oefenen die om een aantal? Dat is bijna onmogelijk om dat uit satellietbeelden af te leiden. Dus mijn eerste kanttekening is eigenlijk van wat we aan satellietbeelden aan informatie hebben is maar een heel klein gedeelte van de puzzel. De echte informatie komt uit human intelligence, dus mensen op de grond, mensen die wat kunnen vertellen. Mensen die daar wonen, spionageactiviteiten doen, afluisteren natuurlijk. Signals intelligence was dat dan zo'n mooiheid. Maar de neiging om dat allemaal af te leiden uit satellietbeelden, daarvan moet u van mij aannemen dat we dat met een hele grote kanttekening moeten nemen. Vooral als je dingen leest als de Russische troepenopbouw is zonder precedent. Ja, het zal wel, maar een jaar geleden zaten er net zoveel als dat er nu zitten. Althans, dat is een schatting. Alleen waren ze toen bezig met een hele grote oefening. Overigens zal het u opvallen dat u met uw eigen smartphone betere kwaliteit foto's maakt. Ook van deze afstand waarschijnlijk. Dan met deze satellieten. En dat heeft een reden. Deze beelden zijn niet veel beter dan uit 2003. De Amerikaanse aanval op Irak. Maar ook niet veel beter dan de Cuba-crisis begin jaren 60. Zal u zijn opgevallen. Toen maakten ze schijnbaar net zulke nauwkeurige foto's. Dat komt omdat westerse overheden verbieden aan commerciële partners om hogere resolutiebeelden in de openbaarheid te brengen. Van de Amerikanen weten we in ieder geval dat ze tot op 3 centimeter nauwkeurig kunnen kijken. Dat maakt het ongeveer mogelijk om kentekenplaten te beginnen te lezen. Deze beelden mogen een resolutie hebben die niet groter is dan 30 centimeter per pixel. Dat mag niet hoger zijn dan dat. Met hoge uitzondering kan je wat grotere pixelnauwkeurigheid krijgen. Maar dit is een beetje wat het is. U zult geen betere beelden zien dan dit. Simpelweg omdat de Amerikaanse overheid dat verbiedt en natuurlijk ook westerse inlichtingendiensten niet willen weggeven wat ze kunnen. Dat verklaart ook waarom je altijd hetzelfde soort beelden ziet. Het is wel net een kunstwerk, hè, als je het zo ziet. Het is wel fascinerend op een gekke manier. Ik kan u al wel vertellen, dit zijn de tanks. Maar dat had u waarschijnlijk al. Als het een loop heeft, is het meestal een tank. Overigens is het verbazingwekkend hoe vaak een panzervoertuig wordt aangeduid als een tank. Maar goed, dat even geheel terzijde. Daar hoop ik u na de lezing nog wat meer over te kunnen vertellen. We gaan naar waar we het vandaag eigenlijk over moeten hebben. Over Poetin en Rusland. En dit plaatje is niet helemaal toevallig. Het is een groot leger. Maar of het altijd even goed gemotiveerd is, dat is wat anders. Daar gaan we het nog over hebben. Ik zou een heel college kunnen vullen met hoe moeten we nou Rusland en Poetin definiëren. Dus ik heb het voor het gemak maar even op 1 slide gezet. Dan heeft u alle trefwoorden die u waarschijnlijk wel zult herkennen. Patriotisme, nationale eenheid, grootmachtstatus, soevereiniteit, antiglobalisme. Het is een heel traditioneel land. Een trotse geschiedenis en met een kleurtje irredentisme. De neiging om terug te willen naar je voormalige vaderland. Daar komen we zo meteen nog uitgebreid op terug, want dat speelt een belangrijke rol natuurlijk in de Oekraïne-crisis. Ik zei u al,
als je de Sovjet-Unie en Rusland al wat langer bestudeert, zie je allerlei continuïteiten. En laat ik eens proberen om die continuïteitje een klein beetje te duiden. Want ik denk dat ze een belangrijke rol spelen als het gaat om Rusland en de Oekraïne. We moeten de Oekraïne ook vanuit Russisch perspectief, ook zeker een historisch perspectief zien. Het spreekt voor zich, niet alleen vanuit de Sovjet-Unie, toen het deel uitmaakte, uiteraard, van de Sovjet-Unie, Oekraïne. Maar ook gewoon vanuit de manier waarop de Russen bezig zijn om hun geschiedenis in te bedden in het verhaal Rusland. Dat narratief Rusland, zoals dat zo mooi is. En een van de opvallende fenomenen die zich voordoet, nou ja, zo opvallend is het niet, is het naadloos teruggrijpen en verdraaien van het verleden. Zoals elke niet-democratische staat dat doet. Sommige mensen zullen zeggen, democratische staten doen dat ook. Maar niet zo erg als dit. Ik laat u even een kort fragment zien. 2014, de Olympische Spelen, Winterspelen in Sochi. Daar werd een openingsceremonie gehouden, waarbij trouwens een van de vijf ringen niet openging. Kunt u zich nog herinneren? Oh, Poetin was ook kwaad. Heel slecht voor je carrière als je dit soort dingen verkeerd laat gaan. Maar de openingsceremonie was voor een groot gedeelte ook een historische parade. Daar kwam de Sovjet- en Russische geschiedenis voorbij. En een van de interessante aspecten van die parade was dat die geheel ontdaan was van wat voor ideologie dan ook. De Sovjet-Unie had wel bestaan, maar op de manier die ik u nu zou willen laten zien. Zo gaat het nog anderhalf uur door, maar dat zal ik u, onthouden. Herkennen u de auto's, de volgas? Mooi. Dit is de Sovjetgeschiedenis, want u ziet alle symbolen voorbij komen. De hamer, de sikkel, de stoere arbeiderskoppen. Maar dit is een geschiedenis die eigenlijk ontdaan is van welke ideologie dan ook. Want wat je eigenlijk ziet is vernieuwing, industrialisatie. Rusland wordt een grootmacht, Sovjet-Unie wordt een grootmacht. Maar alle lastige punten, Stalin enzovoort, worden niet aan de orde gesteld. Dus dat is eigenlijk de eerste opmerking die ik zou willen maken. Ook in het kader van de Oekraïne-discussie. Dit is vanuit Russisch oogpunt een narratief dat geheel ontdaan is van alle negatieve punten van de Russische geschiedenis. Stalin is intussen ingebed, de tsaren zijn intussen ingebed, Gorbachev is totaal onderuit gehaald in de officiële Russische geschiedschrijving als degene die het Sovjet-empire verkwanseld heeft. En zo is iedereen, de hele Sovjet-geschiedenis, Russische geschiedenis, is eigenlijk ingebed in dat moderne verhaal. Dat ontdaan is van alle negatieve aspecten. Zoals Poetin het zelf zei, wij zijn intussen bezig met een historische missie onder het oog van God. Toch interessant voor een oud-KGB'er om dat te zeggen. Een van zijn beste vrienden is een biechtvader. Een van zijn beste vrienden is hoofd van de orthodoxe kerk in Rusland. Ik bedoel, om even aan te geven hoe flexibel je moet zijn in dat soort zaken. Sommige westerse deskundigen zeggen dus ook, heeft het überhaupt wel zin om met dit land toenadering te zoeken? Als je het vanuit orientalistisch oogpunt zou bekijken, dus Rusland als een andere cultuur. Zoals we vroeger naar de koloniën keken bijvoorbeeld, naar China keken, naar Japan keken, als vreemd, mythisch, erotisch, verbazingwekkend en ook onbegrijpelijk en irrationeel en wreed. Langzaam maar zeker zie je dat toch wel regelmatig terugkomen in bijvoorbeeld een blad als Foreign Affairs, het toonaangevende Amerikaanse blad. Zie je regelmatig dat soort thema's terugkomen. Moeten we überhaupt wel samenwerken met die Russen? Ze zijn zo anders. Dat is een thema wat langzaam maar zeker toch wel weer een beetje terugkomt. Deze inleidende opmerkingen wil ik verbinden aan het concept waar het vandaag voor een groot gedeelte over gaat.
Namelijk, waar moeten we nu eigenlijk over spreken als we het hebben over de Russische claim op Oekraïne? Dan moet je onderscheid maken, denk ik wel, om te beginnen tussen wat Ruski is. Dat is het etnische Rusland. En Rossia zelf, de staat Rusland met zijn grenzen en zijn politieke apparaat. En ik zou willen inzoomen op Ruski, het etnische Rusland. Er zijn ongeveer 150 miljoen individuen die zichzelf identificeren of worden geïdentificeerd als etnische Russen. Daarvan woont ongeveer 20% buiten de grenzen van Rossia, buiten de grenzen van de huidige Russische staat. En voor ons verhaal over Oekraïne voelt u hem al een beetje aankomen. Dat zijn voor een groot gedeelte ook de bufferzones aan de oostkant. Geopolitiek gezien is Oost-Europa altijd de enige echte toegangspoort geweest tot Rusland. En vanuit het zuiden is dat bijna onmogelijk, al was het maar vanwege de bergen, het klimaat enzovoort enzovoort. En in het Verre Oosten heb je natuurlijk een totaal andere strategische situatie. Dus voor de Russen is vooral het Westen, die westerse toegangspoort, waar Oekraïne ook in ligt, is natuurlijk strategisch erg belangrijk. Dus we beginnen hier meteen al het verband te zien tussen etnische zones en bufferzones. En voor het verhaal Oekraïne is dat natuurlijk super belangrijk. Hoe machtig is Rusland dan? In hoeverre kan Rusland dan echt claimen niet alleen een grootmacht te zijn? Want het claimt een grootmacht te zijn. Maar het staat ook objectief gezien in bijna alle ranglijsten van de machtigste staten ter wereld, staat het op de derde of de vierde plek. Na de Verenigde Staten en na China. En dat is toch verbazingwekkend dat een land met een economie met de grootte van Italië, want zo groot is de Russische economie als je gaat naar bruto nationaal product, dan is het toch wel verbazingwekkend dat dat land op de derde plaats staat van de landen die worden ingeschat als machtig. Een paar jaar geleden hadden we nog de hoop dat het wel goed zou komen met de relatie tussen Rusland en de NAVO en Amerika. 2009, bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov aan minister van Buitenlandse Zaken Clinton, toen nog. Obama was natuurlijk aan de macht in Amerika en er leek een mooie periode te gloren. De periode van de reset van Amerikaans-Russische relaties. Kleine anekdote is dat dat misging toen de Amerikanen dachten van laten we dat illustreren met een resetknop. En degenen die een klein beetje Russisch spreken zien het woord Perestroika staan. En dat betekent niet reset, bleek, maar dat betekent overspannen. En dat is niet helemaal wat er bedoeld werd. Als u één ding wil overhouden van dit college, zorg voor een goede vertaler als je dit soort dingen doet. Nou, gelukkig konden de beide ministers van Buitenlandse Zaken er wel om lachen. Een paar jaar later, als Obama er nog steeds is, is de sfeer anders. Dat maakt dit plaatje wel duidelijk, 2016, de G20-top. Natuurlijk hadden we intussen de Krim gehad, 2014, het neerschieten van MH17, de spanningen in Oost-Oekraïne. De sfeer was absoluut bedorven en daar begint eigenlijk datgene te ontstaan wat ik net al zei. En dat is de fundamentele vraag of er ooit met Rusland zaken te doen valt, omdat het gewoon een ander land is. Een cultureel, politiek ander land is. Een gevoel waarvan ik het gevoel heb dat het steeds sterker wordt. Toch zijn de Russen absoluut in staat om het narratief van die machtige staat heel erg goed te brengen. En als u daar eens een mooi voorbeeld van wilt zien, is een documentaire die een paar jaar geleden gemaakt werd. Krim, de weg terug naar het vaderland. Is een documentaire die enorm veel geld gekost heeft en waarin Poetin zelf de hoofdrolspeler is. Ik laat u even een fragmentje zien, een teaser zou je kunnen zeggen. Hij is verder op internet te vinden. Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб. Министерство обороны поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины. Его просто уничтожили бы. Там были поставлены крупнокалиберные пулеметы. Чтобы долго не разговаривать, мы приготовились вынимать его прямо из Донецка, по суше, по морю и с воздуха. Это было ночь 22-го, 23-го, мы закончили около 7 часов утра. И расставаясь, я всем моим коллегам сказал, мы вынуждены начать работу по
возврату Крыма в состав России. Крым. Путь на родину. Фильм Андрея Кондрашова. Скоро на канале Россия. Dit is toch Westwing, hè? Vindt u ook niet? Dus de Russen, als ze één ding bijgeleerd hebben, dan is het wel om dit soort propaganda te brengen. Overigens, in deze documentaire zijn de mensen in Kiev natuurlijk, de leiding in Kiev is natuurlijk een fascistoïde regime. Dat zal duidelijk zijn. Er is sprake van lente in de Krim. Een van de opvallende aspecten is dat Poetin ergens in de documentaire zegt dat hij ook serieus heeft nagedacht over het gereedstellen van nucleaire wapens als het toch mis zou lopen, als het Westen zou ingrijpen. Bij de inval in Krim in 2014. Dus het is wel een documentaire die echt wel een heel goed tijdsbeeld is. Die heel veel zegt over de spanningen en de thema's die toen een rol speelden. Nou, hij is te zien op internet. Je moet wel even een beetje met oogkleppen ernaar kijken. Maar het is wel een heel gezellige anderhalf uur documentaire. Goed. U voelt er wel aan mijn woordkeuze wat ik er zelf van vind. Maar dat is geheel terzijde. Laten we eens even terugkijken naar die buffers. En ook eens een beetje terug gaan kijken naar de Russische argumenten. De Russische argumenten die Poetin ook tot op de dag van vandaag steeds herhaalt om aan te geven dat wat er nu gebeurt toch echt wel westerse agressie is. En dat dat echt niet kan. Uiteraard wordt hierbij al heel snel het verraad van 1999 genoemd. Dat is 1989 genoemd. Voor de Russen is de uitbreiding van de NAVO, en dat is gewoon geopolitiek ook wel heel begrijpelijk natuurlijk, de bedreiging richting die poort die altijd de toegang is geweest richting Rusland. Denk aan Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, enzovoort, enzovoort. Dus bedoel, daar valt puur geopolitiek wel iets voor te zeggen. Dat zal elk geopoliticus begrijpen, dat daar logische argumenten bij te bedenken zijn en dat je dan denkt in termen van bufferzones. Interessant is dat het verhaal van het verraad van 1989 steeds terugkeert. Dat is een verhaal dat een tijdje een beetje uit de mode geraakt was, maar dat de laatste jaren door Poetin weer vaak wordt aangehaald. En het verhaal van het verraad van 1989 zegt dat het Westen in 1989 beloofd zou hebben, toen de muur viel en Duitsland op het punt van herenigen stond, dat de NAVO geen inch verder richting het oosten zou komen. Dat is een uitspraak van minister van Buitenlandse Zaken Baker, de Amerikaanse minister. En die wordt vaak aangehaald, ook door de Russen. Als zie je wel, de Amerikanen hebben toen in 89-90 beloofd om geen centimeter richting het oosten op te rukken. De betrokken westerse politici en de meeste westerse historici zeggen daarover, ja, maar dat kan alleen maar gegaan zijn over Oost-Duitsland. Op dat moment is het Warschau-pact is nog volledig in stand. De Comecon, economische organisatie, is nog volledig in stand. Dus de westerse belofte kan niet over meer gegaan zijn dan alleen over Oost-Duitsland. Is de tegenkritiek die het Westen heeft op de stelling van Poetin. Wat je daar verder ook van denkt, dit is klassiek bufferdenken. Ik vond het opvallend dat sommige analisten zeggen dat dat niet zo is. Maar het Russische strategische belang is altijd geweest strategische diepte. Probeer zoveel mogelijk kilometers tussen, in dit geval Polen en Hongarije te krijgen en het Russische hartland. Dat is gewoon puur simpel geopolitiek denken. Dit plaatje vond ik zelf wel aardig om dat Russische argument nog een keertje te onderstrepen. Een beetje een ironisch, satirisch plaatje. Rusland wil oorlog. Kijk eens hoe dicht ze hun land bij onze NAVO-basis gezet hebben. Ja, dat geeft wel een beetje aan hoe de Russen hierover denken. Maar als nou puntje bij paaltje komt, kunnen die Russen dan wat? Puur militair gezien. Nou, een manier om daarnaar te kijken, behalve de omvang en kwaliteit van de krijgsmacht, daar kunnen we het zo nog over hebben, is bijvoorbeeld eens te kijken naar hun defensiebesteding, defensiebegroting. De Amerikanen besteden bijna $800 miljard per jaar aan hun defensieapparaat. De Chinezen op dit moment, maar dat groeit, besteden op dit moment zo'n $250 miljard per jaar aan hun defensie. En die arme Russen, $60 miljard. Nou, als u weet dat in Nederland we al 15 miljard aan, dan is dat toch een klein defensiebudget, toch? Dat is een heel goedkoop leger. Als je ervan uitgaat dat ze toch zo'n 800.000 militairen in dienst hebben. Dat is een heel klein leger, een heel goedkoop leger. De Amerikaanse krijgsmacht is niet veel groter, maar doet het met bijna $800 miljard. Dat is een heel duur leger, zou je kunnen zeggen.
Maar goed, u weet wat de Joint Strike Fighter kost, hè, de F-35. Dus u weet wat de F-35 Joint Strike Fighter kost. Hij kwam pas geleden nog over. Even je oren dicht houden, want het maakt een bakgeluid. Sorry? 100 miljoen, ja. Ja, per stuk, hè, even voor de duidelijkheid. De totale Amerikaanse begroting voor het totale project van de F-35 over een periode van 40 jaar is 1,4 triljoen dollar. Sorry, biljoen dollar moet ik zeggen. Biljoen dollar. Dat is bijna de totale bruto nationaal product van het Westen. De Amerikanen geven aan hun luchtmacht al veel meer uit dan de Russen aan hun totale defensieapparaat. U kunt allemaal naar huis gaan, het is veilig, er gebeurt niks. Als je dit soort cijfers ziet, dan komen we er zo wel achter dat dat niet zo is. Maar als je puur kijkt naar de omvang van het defensieapparaat, van de begroting, dan is Rusland geen dreiging. Sterker nog, Rusland heeft een behoorlijk groot militair-industrieel complex. Sommige dingen zijn ze best goed in. Zoals u misschien weet hebben de Turken onlangs een Russisch luchtafweersysteem gekocht, de S-400. Nou, dat is best een goed systeem. Bij de Amerikanen, als je dat totaal militair-industriële complex meeneemt, zou je het eigenlijk met 3 moeten vermenigvuldigen. Dus als je gewoon kijkt naar alle militair-industriële fabrieken, fabrieken die alleen maar draaien, onderzoeksinstituten die alleen maar draaien op de kosten van defensie. Ik zeg altijd van, er zijn weinig landen waar je kan promoveren en proefschrift kan schrijven over ontstekingsmechanismes voor tactische kernwapens. Nou ja, dan heb je een grant van het ministerie van Defensie en dan kan dat. Zo hecht verweven is dat militair-industriële complex. In Amerika, Eisenhower waarschuwde er in de jaren 50 al voor dat military-industrial complex. Maar als je puur kijkt naar de militaire bestedingen, is het een kleine macht. Het is een beetje vergelijkbaar met Groot-Brittannië. Een klein beetje vergelijkbaar met Frankrijk. Dus blijkbaar doen ze iets heel erg goed dat we er toch zo bang van zijn. En dat, dat Rusland dan toch op de derde plaats staat als het gaat om de rangorde van machtigste staat. Wat is het dan dat Rusland zo ongelooflijk goed is? Asymmetrische oorlogvoering. De Russen beseffen dat ze nooit, alleen al qua geld, een 1-op-1 gevecht kunnen aangaan met het Westen. Dat verliezen ze. Dat kunnen ze niet. Dan is de economie morgen failliet. Dus wat ze doen is heel gericht naar de zwaktes van de tegenstander kijken. En daar niet een symmetrische oorlogvoering, dus elk vliegtuig één vliegtuig, elk tank één tank, tegenover te zetten. Maar om te zorgen dat je kijkt naar de zwaktes van de vijand en die buit je uit. Dat is klassiek. Dat is klassiek. Dat deden de Romeinen al, dat deden de Grieken al. Dat is klassiek in de oorlogvoering, dat je probeert om de zwaktes van je tegenstander uit te buiten. Asymmetrische oorlogvoering. Een kenmerkend element in die asymmetrische oorlogvoering is maskirovka. Dat kan je vertalen met misleiding, het verbergen van je ware bedoelingen. Alles ontkennen, dat is ook zoiets wat typisch bij maskirovka hoort. En zometeen zullen we zien dat het ook in Oekraïne speelt. Maar het is een historisch fenomeen in het Russische strategische denken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Cuba-crisis 1962. Daar zien we een perfect staaltje van maskirovka. Wat gebeurt er? Dit is operatie Anadir. Nou, u kent de Cuba-crisis in grote lijnen wel een beetje, denk ik. Hè? De stationering van Russische kernwapens, of wat toen de bondgenoot Cuba was. In de achtertuin van Amerika, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk vlak voor de kust van Florida. En de Russen zeiden, ja, jullie hebben ze in Turkije gestationeerd, dus dan doen wij het op Cuba, zei Khrushchev. En de operatie om dat te doen moest natuurlijk geheim blijven. En dat was operatie Anadir. En operatie Anadir is alleen qua naam al interessant. Want Anadir is een riviertje dat uitkomt op de Beringzee in het noorden van Rusland. Dus toen de plannen van operatie Anadir gemaakt werden, dachten de militairen, de officieren, de soldaten die daaraan gingen meedoen, oh, we zullen wel gaan oefenen in de buurt van de Beringzee. Dus de bondjassen werden nog eens extra aangetrokken. Wat bleek? Er waren ongeveer 70 vrachtschepen gereed gemaakt in allerlei havens in Rusland. Die waren ook allemaal gecamoufleerd. Want die raketten zijn natuurlijk best groot. Dus over die raketten werden totale omhulsels gebouwd. De bemanningen mochten niet aan boord komen. Dat mocht niet zichtbaar zijn vanaf de buitenkant. En de kapiteins kregen hun vaarorders pas toen ze al uit de haven waren. Zo goed werd dat verborgen gehouden. Er waren in Moskou maar 6 mensen
6 mensen in de top van de militairen die wisten wat er aan de hand was. En dat ging vrij goed. Dat plan is vrij goed gelukt. Toen ze aankwamen in Cuba, allemaal zonder uniform. De Russen presenteerden dat als een hele grote oefening in landbouwhulp aan Cuba. Als je weet dat het om meer dan 25.000 militairen ging, dan snap je dat er wel heel veel hulp... Dus dat verontrustte al wel een aantal mensen. En als het niet was geweest voor een infiltrant in de Russische leiding... En was het niet geweest eigenlijk voor een toevallige ontdekking van Russische onderzeeboten. Zouden ze waarschijnlijk gelukt zijn. Nu lukte het in zoverre dat ze 3/4 van het plan hebben kunnen uitvoeren. Dus op het moment dat de Amerikanen echt zeker weten dat de raketten er staan, staan ze er al. Een groot gedeelte van de troepen die dat moet beveiligen, is er al. Dus het plan lukt niet helemaal, maar het lukt wel voor een groot gedeelte. En dat is typisch een voorbeeld van die maskirovka. Dat zit ingebakken in de Russische manier van doen. En zien we vandaag de dag weer terug in Oekraïne. Vertrouw Russen nooit als het om militaire operaties gaat. Ze zijn altijd met iets anders bezig. Zoals we intussen weten. We noemen dat ook wel in een mooi woord hybride oorlogvoering. Dat wordt vaak toegedicht aan de hoogste man van het Russische leger, generaal Gerasimov. Plaatje geeft het ook wel aardig aan. En die hybride oorlogvoering is eigenlijk het gebruik maken van alles wat je hebt naast de militaire middelen. Sterker nog, zoals dit schema wat u verder uit didactisch oogpunt maar moet vergeten, maar het gaat even om het algemene plaatje. De Gerasimov-doctrine zegt eigenlijk dat de militaire middelen die je hebt maar 1/4 zijn van de totale invloed die je kunt uitoefenen tijdens een conflict. Dus hier heb je de pijlers van conflict. Het begint met het begin van de crisis en het eindigt. Het gaat via de crisis zelf helemaal tot de vredesbesprekingen. En de zwarte instrumenten die je dan hebt, zoals u ziet, is maar een klein gedeelte. Alle andere zorgen voor regime change in andere landen, ondermijnen pers, internet. Economische druk, embargo's, alles wat je kan bedenken, dat zit in de rest. Dus die hybride oorlogvoering, daarin speelt het militaire apparaat maar een kleine rol. En dat is een beetje opvallend, want dat is nou juist wat we wel weten dat dat zo is. Denk bijvoorbeeld aan die cyber, hè? Wij gaan nu cyberspecialisten sturen richting Oekraïne. Beetje laat, maar goed, het gebeurt er. De oude wijsheid in de cyberwereld is als je ze nog moet sturen, is dat te laat. Want dat hele systeem van de Oekraïne is natuurlijk al lang geïnfiltreerd. Ik bedoel, de Russen zijn wel gek. Ik bedoel, ze gaan niet nu eens bedenken van, we moeten maar eens eventjes. We weten van de Israëlische cyberdiensten dat ze nu al infiltraties hebben gedaan die over 1 jaar, 5, 10 jaar gaan werken. Iraanse atoomprogramma weet er alles van. Hoe krijg je het voor elkaar, denk je soms? Dat je dat kunt, de Russen hebben dat natuurlijk al lang gedaan. Ik bedoel, dat hele Oekraïnse netwerk is natuurlijk al geïnfiltreerd. Het enige wat we kunnen hopen, een interessant voorbeeld is dat Oekraïnse troepen die nu aan het oefenen zijn, daar wel een klein beetje rekening mee houden. En ze hebben veldtelefoons uit het museum gehaald. Dat zijn die draadtelefoons waar je zo mee kan doen. Ja, die kan je niet onderscheppen. Ze zijn weer aan het werken met motorcouriers, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik bedoel, ja, manier om erop te reageren. Maar de boodschap is dus, hybride oorlogvoering is maar een klein gedeelte militair, zichtbaar militair, en is voor een heel groot gedeelte eigenlijk onderhuid, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk is het 1 grote totale oorlog met de inzet van alle middelen. En een verbindende factor tussen dat militaire en dat andere, dat zijn bijvoorbeeld die groene mannetjes. De groene mannetjes die op een bepaald moment op de Krim zagen opduiken. De Little Green Man. Krim zagen opduiken. Zoals de minister van Defensie toen de tijd zei, Shoigu. Dat zijn de beleefde mensen. Die komen de Krim-mensen helpen. De Little Green Man. Ik heb voor de zekerheid even met een pijl aangegeven wie het zijn. Zodat u niet denkt van, goh, wat zijn die Russen knap in het verbergen van hun ware intenties. De man rechts heb ik ook met opzet bijgezet. Dat is waarschijnlijk Spetsnaz, commando. En dat zijn ook typisch troepen die enorm force potential hebben. Dat ze mooi, die kunnen in 1 man zijn, een beetje 1-mans leger, zeg maar. En die zijn natuurlijk ook allemaal heel goed geschoold in dat soort cyberwarfare en dat soort zaken. De essentie van asymmetrisch is dat je met kleine middelen veel bereikt. Dat is eigenlijk een
uitgangspunt, de essentie van asymmetrisch. En natuurlijk ook heel erg gericht op het ondermijnen van de westerse democratie. Nou, dat weten we dan. Maar hoe gaat Poetin daarmee om? Nou, ik zou dat een beetje willen vergelijken met The Matrix. The Matrix als film kent u waarschijnlijk wel. Het creëren van een soort schijnwereld, een parallele wereld. Vandaar dat ik vond dat de parallel wel opging. En bovendien, ja, als je deze foto erbij zet, dan is het helemaal, helemaal raak natuurlijk. Dan kan je dat niet missen als je dit soort plaatjes aangeboden krijgt. We weten tot op de dag van vandaag niet of Poetin het geweten heeft dat hij zo werd neergezet. Maar hij zal het niet erg gevonden hebben om daarmee vergeleken te worden. En ik zou de manier waarop Poetin alles wat we net gezegd hebben, die asymmetrische oorlogvoering en de geschiedenis en de rol van buffers en etniciteit enzovoort enzovoort, zou ik willen definiëren of in de vorm willen gieten van een soort complexe Rubik's Cube. U kent de Rubik's Cube. De jongeren onder u kijken nu. maar dat is die kubus die u kan draaien, maar dan iets complexer dan dat zou je kunnen zeggen. En daar zou ik eigenlijk Poetins strategie, tactiek, manier van opereren mee willen vergelijken. Dat lijkt me een mooie beeldvorm om dat te doen. De essentie van zo'n Rubik's Cube is dat je hem uiteraard op verschillende assen kunt draaien. Tot hij weer helemaal heel is. Een horizontale as, twee horizontale assen zou je kunnen zeggen. En een verticale as. En ik stel me dan voor dat Poetin 's morgens wakker wordt. En hij heeft zijn Rubik's Cube op zijn nachtkastje staan. Dus hij geeft zijn vrouw een kusje of zijn maîtresse of wie er verder in bed ligt. En begint aan zijn Rubik's Cube te draaien. En denkt van wat zou ik vandaag deze week nou eens kunnen doen met de Rubik's Cube. En dan heeft hij de mogelijkheid, en omdat hij eigenlijk alleen heerser is op het gebied van militair en buitenlands beleid, is dat ook wel heel makkelijk, dat hij dat allemaal zelf kan doen. Dat is het nadeel van de democratieën. Democratieën zijn nooit zo slachtvaardig. Er moet altijd weer gepraat worden. Als ik nu zie wat er allemaal in de Tweede Kamer gezegd wordt over Oekraïne, denk ik van nou, de Russen hebben niet zoveel te vrezen van Nederland. Dan zie je een horizontale as, twee horizontale assen, waarvan er eentje de locatie is. Dus dat is één as waarop je kunt draaien. En dan kan je, ja, dan kan je eigenlijk de hele Noordkaap tot aan de Zwarte Zee kan je daarin meenemen. En tegenwoordig zelfs ook een beetje de Middellandse Zee kan je erin meenemen. En op elk gewenste locatie, want het is een thuiswedstrijd voor de Russen, kan hij een manoeuvre doen. Hij kan bijvoorbeeld in plaats van twee verkenningsvliegtuigen of bommenwerpervliegtuigen, kan hij er eens een keertje vier sturen. Hij kan ze eens een keer wat dichter langs Schotland sturen, zodat we onze vliegtuigen moeten starten om ze te onderscheppen. En hij kan ook een paar dagen gewoon helemaal niets doen. Dat kan. Dat is het voordeel van als je controle hebt over de locatie. Hij beheerst die as. Want hij speelt een thuiswedstrijd. Zoals de militairen altijd zeggen, je speelt op de binnenlijnen. Op de interne lijnen. En dat is een groot voordeel voor de Russen natuurlijk, strategisch gezien. Het andere as die hij heeft, is tijd. Het grote voordeel wat Rusland heeft ten opzichte van het Westen, is tijd. Wij hebben nooit tijd. Het duurt allemaal veel te lang voor ons. Oh, die crisis duurt er nu alweer zo lang. De Russen hebben daar geen enkele boodschap aan. Ook omdat de continuïteit in hun leiderschap natuurlijk veel groter is dan bij ons. Het enige wat Poetin heeft te doen is wachten op een nieuwe Amerikaanse president. Kijken wat hij doet. Ik bedoel, tijd zat. U kent de beroemde uitspraak van de Taliban in Afghanistan. Hè? Dat een Amerikaanse generaal zei van, jullie hebben geen kans tegen ons. Wij gaan altijd winnen van jullie. En dat hij zei, ja, zei die Taliban-strijder, dat kan wel zijn. Jullie hebben de horloges, maar wij hebben de tijd. En dat is natuurlijk iets wat voor Poetin tot op zekere hoogte ook geldt. Tijd is een ongelooflijk flexibel instrument. Zoals ik al zei, je kan twee dingen op één dag doen. Een paar dagen lang niks doen. Dat iedereen denkt van, wat zou die toch van plan zijn? En vervolgens een aantal dagen weer heel veel doen. Kenmerkend voorbeeld uit de Krimperiode was bijvoorbeeld dat er opeens een konvooi witte voertuigen richting de grens reed. En iedereen vroeg zich af, wat is dat? Nou, zeiden de Russen, dat is een humanitair konvooi. Achteraf bleek trouwens dat ze allemaal leeg waren, maar dat geheel terzijde. Maar de aandacht van het Westen was weer helemaal gericht op die witte voertuigen. Intussen vliegen er extra bommenwerpers over de Noordzee. Wat zou die van plan zijn? Combinatie van tijd en locatie is initiatief. Je hebt altijd het initiatief. Altijd kijken wat de ander gaat doen. En dan heb je nog een derde as waarop je kunt werken.
En dat is escalatie. Je kan vredesbesprekingen suggereren, deescaleren. Je kan zeggen, nee, we moeten even een regeling treffen, we moeten gaan praten, diplomatie. Maar je kan ook zeggen, ik heb nu een mededeling, zegt Poetin, we hebben kernwapens gestationeerd op de Krim. Dus je kan op alle mogelijke niveaus, horizontaal, op twee manieren, en verticaal, kan je aan die kubus draaien. Dat geeft ongelooflijk veel flexibiliteit en is voor die hybride oorlogvoering natuurlijk ongelooflijk handig. Je kunt hier allerlei dingen inbedden en spionageactiviteiten, cyber. Alles is onderhevig aan deze drie assen. En je hebt altijd het initiatief. De essentie is wel dat je niet buiten de kubus komt natuurlijk. Je moet wel zorgen dat je het inschatting maakt dat je altijd binnen de kubus blijft. En dat je hem altijd weer kan terugdraaien in de beginstand, zogezegd. Dat betekent ook dat je binnen zo'n kubus altijd moet zorgen dat je een afbreekmoment inbouwt. Een geloofwaardig afbreekmoment. Een van de afbreekmomenten, er wordt nu gezegd, ja, Poetin kan niet meer terug. Ja, amahula. Poetin kan echt wel terug, hoor. Ik bedoel, dat is nou typisch een westerse manier van denken. Ja, Poetin kan niet meer terug, want hij heeft het gezegd. Hij dreigt. Ja, dat is nou typisch een westerse, niet-symmetrische, niet-asymmetrische manier van denken. Voor Poetin maakt het niet uit wat hij belooft. Als het maar in de kubus is, dat is wat hij belangrijk vindt. Een geloofwaardig afbreekmoment zou bijvoorbeeld zijn een inval in Oost-Oekraïne net voorbij de huidige bestandslijn. Dus hij haalt er een extra strook bij. En hij ruilt dat vervolgens uit tegen een terugtocht. Klaar. Hoeven verder niet meer te escaleren. En hij heeft de controle over de assen. Wat hij weet, dat het Westen uiteindelijk niets gaat doen. Mijn conclusie is, deze kubus is assertief, initiatiefrijk, maar niet roekeloos. Omdat Poetin heel goed weet dat hij zelf niet buiten de kubus moet komen. Syrië viel heel mooi binnen de kubus, omdat hij wist dat het Westen dan nooit grootschalig militair zou gaan ingrijpen. Dus dat valt ook binnen de kubus. Een aanval op Oekraïne, en dan zijn we eigenlijk bij de kernvraag natuurlijk, waar ik mee wel wil gaan afsluiten, zit niet in de kubus. En ik zal zo meteen proberen aan te tonen waarom dat zo is. Want we zijn eigenlijk bij de kernvraag, komt die invasie? Nou, de berichten vandaag en gisteren zijn niet negatief. De Amerikaanse regering wil al niet meer het woord imminent gebruiken, onmiddellijk. Heeft de woordvoerder officieel bevestigd. Dus dat is allemaal positief nieuws. De Russen schijnen weer met besprekingsopties te komen. Blijft het geopolitieke, geostrategische punt dat ze nog steeds heel veel troepen gestationeerd hebben. Inmiddels ook in Wit-Rusland, dus aan de noordgrens. We weten nu echt niet precies hoeveel er dat zijn, maar dat zullen er eens tussen de 75.000 en 125.000 zijn. Dat is een schatting die we ongeveer kunnen maken. Als je weet dat het de Russische landmacht ongeveer 350.000 man sterk is, dan is dat een behoorlijke inspanning. Ook als je ziet dat het Russische leger natuurlijk nog strategische verplichtingen heeft in Centraal-Azië en in het Verre Oosten. Het is een behoorlijke inspanning. En bovendien moet je wel de wat betere troepen sturen. De troepen die in staat zijn om te manoeuvreren bijvoorbeeld, waarvan de voertuigen niet voortdurend kapot gaan, die dus goed onderhouden zijn. En die ook slagkracht hebben. En dat is wel een punt wat het Russische leger heeft. En dat past ook weer in die asymmetrische oorlogvoering. Probeer je tegenstander te overweldigen met vuur, zoals dat heet. Zorg dat je veel kanonnen hebt, zorg dat je veel raketten hebt, land-landraketten hebt. Zorg dat je luchtmacht een flinke klap kan uitdelen. Desnoods met ABC-wapens, biologisch-chemisch, als het echt nodig is. Dat zit allemaal in die Russische doctrine. Het Russische doctrine is nog steeds gedeeltelijk gebaseerd op ABC-oorlogvoering. Atomair, biologisch en chemisch. Dat zit er nog steeds in. Dus het is wel een leger waar je rekening mee moet houden. Ook al is die defensiebegroting dan niet zo heel erg groot. En een van de opties die wel wordt gesuggereerd, is dat de Russen er bijvoorbeeld toe zouden kunnen overgaan om de Dnieper-strategie uit te voeren. En de Dnieper-strategie komt er eigenlijk op neer dat als je Kiev neemt en je gaat naar het zuidoosten en vervolgens naar het zuidwesten, ja, dat is eigenlijk de rivier die Oekraïne voor een groot gedeelte door midden deelt, dat het zou kunnen zijn dat omdat het Russische leger waarschijnlijk niet in staat is om heel Oekraïne te veroveren, dat kunnen ze waarschijnlijk niet, daar zijn de afstanden simpelweg te groot voor, dat ze ervoor kiezen om deze optie uit te voeren en die vervolgens uit te ruilen. Dus een korte bezetting uit te voeren en dan weer zich terug te trekken. Nou, dat zou een mogelijke optie zijn.
Zou het Russische leger dat kunnen? Ik heb er net al een paar dingen over gezegd. Fantastisch plaatje. Dit is toch Buck Danny, hè? Dat is echt een foto uit de jaren 50. Overigens, grappig genoeg, dit is de modernste Russische bommenwerper. Is Tupolev-technologie uit de jaren 50. Ze hergebruiken alles wat ze hebben een keer of 50. De tank die u daar ziet is eigenlijk een ontwerp uit de jaren 60. Maar het wordt zo vaak gemoderniseerd dat die toch nog in dienst blijft. Daar zit onder andere reactief panzer op. Dat zijn die platen. Dat zijn eigenlijk explosieve platen. Dat is ook zo'n uitvinding. En op het moment dat er een granaat inslaat, explodeert die explosieve lading en vangt de klap op van de granaat. Dus een zeer efficiënt gebruik van middelen, zeg maar. En hier heb je trouwens weer generaal Gerasimov, de grote militaire man. Zou het Russische leger dat kunnen? Zou die zo'n operatie kunnen uitvoeren? Ik heb al gezegd, thuiswedstrijd. Als er een geopolitiek strategisch voordeel is wat de Russen hebben, ze hoeven alleen maar de grens over te steken. Dat is natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van de Amerikanen, die eerst 5000 kilometer moeten afleggen voordat ze überhaupt in het theater zijn. Het terrein is redelijk gunstig voor een grootschalige tank, grootschalig legermanoeuvre. Dus dat zou niet slecht zijn voor de Russen. Het Russische leger is de laatste jaren niet veel groter geworden, eigenlijk wat kleiner geworden, maar ook gemoderniseerd. En de schattingen zijn nu dat 1/3 van het Russische leger best wel van een redelijke kwaliteit is. Een tijdje vol kan houden, zeg maar, veel slagkracht heeft. En ze hebben bijvoorbeeld ook aangetoond, door een divisie uit het Verre Oosten te halen, dat ze ook wel in staat zijn om voor grote afstanden te manoeuvreren. Om in ieder geval grote afstanden troepen aan te voeren als reserve. Dus ze kunnen wel wat. Het is niet zo dat ze helemaal niks voorstellen. Maar hebben de Russen ervaring op deze schaal sinds de Tweede Wereldoorlog? Nee. Ze hebben geen ervaring met grootschalige manoeuvre, oorlogvoering, zoals de Amerikanen dat wel hebben. In Irak bijvoorbeeld. Ze hebben ervaring met Georgië 2008. Nou, dat was een fiasco. Dat met 70.000 man Georgië veroveren, dat zou een dag moeten kosten. En dat heeft lang geduurd. Dus het was één grote les voor de Russen. Ja, dat leger van ons moet echt gemoderniseerd worden. De laatste jaren hebben ze wat gevechtservaring opgedaan in Syrië. Ja, met hun commando's en met hun marine en met hun luchtmacht vooral. Maar dat is zo kleinschalig. Ja, dan heb je het over tientallen vliegtuigen, of enkele honderden militairen, een paar duizend. Dat is geen manoeuvreoorlogvoering. Daar kan je ook eens een paar dingen leren, maar het is geen grootschalige oorlog. Dus ze hebben eigenlijk geen ervaring. Als je dan ook nog weet dat zelfs het meest moderne leger toch wel zo'n 30, 40 kilometer per dag kan oprukken. En dan moet het echt goed gaan. Zelfs de Amerikanen in Irak 2003 kwamen niet veel verder dan dat. Ja, dan moet je wel een aantal dagen oprukken voordat je überhaupt Oekraïne binnen bent. Dus het is ook niet zo, wat af en toe wel eens voorgesteld wordt, dat die Russen even in een blitzkrieg in 2 dagen Oekraïne veroveren. Neemt u van mij aan, dat is gewoon fysiek onmogelijk. Was het alleen maar vanwege het feit dat Kiev 3 miljoen inwoners telt. En als je Kiev voorbereidt op een verdediging, nou, dan zal ik een vergelijking trekken met Grozny in Tsjetsjenië, 400.000 inwoners. Daar hebben de Russen 6 weken over gedaan om die stad te veroveren. En ze hebben hem helemaal met de grond gelijk gemaakt. Zet daar eens even tegenover een moderne miljoenenstad als Kiev. Voordat je dat veroverd hebt, ben je al wel een aantal maanden verder. En bovendien is er nog de oude vijand van de Rasputitsja, de modder. grappig genoeg zeiden aanvankelijk, eind vorig jaar, de Amerikaanse inlichtingendiensten, ja, het zal in januari zijn waarschijnlijk. Want in februari en maart begint de dooi. De Rasputitsja, de modder. Dus ze moeten het voor die tijd doen. Nou, als dat zo is, dan hebben ze in februari en maart in ieder geval geen mogelijkheid meer om op te rukken. En zouden ze pas in april dat weer kunnen gaan doen. Dus ook dat speelt. Zelfs een modern leger moet daar rekening mee houden. Met modder enzovoort enzovoort. Dus ik denk eerlijk gezegd dat alleen al vanwege die argumenten de kans op een grootschalige invasie in Oekraïne niet zo heel erg groot is en heel erg ver buiten de kubus valt. En er zijn nog een aantal redenen voor en daarmee wil ik afsluiten. Vaak genoemd zijn de sancties. Oké, dat is natuurlijk het laatste wat het Westen wil, want het zal het Westen zelf heel erg zwaar treffen. Interessant genoeg is dat nu even wordt vergeten dat Trump eigenlijk met die sancties begonnen is. Hè. De bromance tussen Poetin en Trump. Nou, hij was wel de man, wat je verder ook van hem vindt.
die behoorlijk zware sancties tegen Rusland heeft ingesteld. En we hebben van Biden eigenlijk nog geen goed beeld. Het lijkt erop dat hij niet wil escaleren. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. We hadden eigenlijk met z'n allen misschien in het Westen gehoopt dat er een totaal nieuwe Amerikaans buitenlands, America's back. We hebben daar tot nu toe nog niet zo heel veel van gemerkt. Dus het ontbreekt op dit moment toch wel een Amerikaans leiderschap als het gaat om de kwestie Oekraïne. Ten tweede, een langdurige bezetting zal funest zijn voor de Russen. Niet alleen militair, maar ook economisch. Er wordt in de geschiedenis, militaire geschiedenis, heel vaak nagedacht over hoeveel troepen je nou eigenlijk nodig hebt om een gebied te bezetten. En daar hebben we veel ervaring mee, om een voorbeeldje te noemen. Noord-Ierland tijdens de Troubles, de sectarische strijd tussen de katholieken en protestanten. 1,6 miljoen inwoners in die tijd, 32.000 Britse veiligheidsmensen, dus militairen, politie enzovoort enzovoort. 32.000. Zet dat eens af tegen Oekraïne, 45 miljoen. Dat geeft wel een beetje aan hoeveel troepen je nodig zou hebben om langdurig dat land onder controle te krijgen. Dit is een schemaatje, een grove berekening die vaak terugkomt. Op de horizontale as de omvang van het land, dus Oekraïne zou hier ergens zitten. En op de verticale as het aantal troepen dat je dan nodig hebt, maar ook politieagenten, veiligheidstroepen, om dat land langdurig onder controle te krijgen. Een vuistregel is dat hoe meer troepen je hebt, hoe veiliger het wordt voor je. Maar laten we eens uitgaan van twee troepen, twee agenten op 1000 inwoners. Hè, dat zou een optie zijn. Als je ervan uitgaat dat bijvoorbeeld de Amerikanen rekenden in West-Europa met 25 per 1000 inwoners, geeft ook al een beetje aan wat voor omvang we het hebben. Maar zelfs al zouden het er maar twee zijn, wat voor de Russen in een situatie als Oekraïne eigenlijk ondenkbaar is, dat ze zo weinig troepen zouden gebruiken. Zelfs dan hebben ze zo tegen de 100.000 troepen nodig. Als je die as even doortrekt. Die hebben ze niet. De Russische landmacht is 350.000 sterk. Ongeveer de helft daarvan is redelijk inzetbaar. En die staan voor een groot gedeelte langs de Oekraïnse grens. Een gemiddelde bezettingsdienst duurt 6 maanden voor een soldaat. Dan heeft hij het wel gehad en moet hij naar huis. Een jaar misschien. Dus over de langere termijn van 2 of 3 jaar heb je eigenlijk het complete Russische leger nodig om Oekraïne enigszins onder controle te houden. En dan ga je er nog vanuit dat het niet totaal escaleert daar. In de vorm van bijvoorbeeld een grootschalige insurgency, een grootschalige opstand. Want ook dat is een hele voor de hand liggende optie. Als Rusland zou besluiten om Oekraïne te bezetten, als er een land is in Oost-Europa, en dat zijn heel veel landen die ervaring hebben, om een opstand te beginnen, een guerrillaoorlog tegen een bezetter, dan is het wel in Oost-Europa. Daar hebben ze allemaal historische ervaring mee. En de kans is heel groot, en dat is wel een sterk punt van de NAVO, die veel special forces heeft, en CIA, geheime diensten. Die staan al klaar om die insurgency eens even goed aan te wakkeren. Met materieel enzovoort enzovoort. Dus de kans op een insurgency, een langdurige opstand, is behoorlijk groot. De Russen hebben aan het eind van de Tweede Wereldoorlog jaren nodig gehad om Oekraïne onder controle te krijgen. Toen daar een opstand plaatsvond. Dus die opstand zal waarschijnlijk ook hier gebeuren. En de vierde factor, en dit is misschien ook wel een hele belangrijke, is dat elke bezetting, aanval op Oekraïne, in Rusland zelf erg slecht zou worden ontvangen. Veel Russen zien Oekraïne überhaupt wel als een broedervolk, dus dat zou het al niet erg populair maken. Maar wat het misschien nog minder populair zou maken, is dat een groot gedeelte van het Russische leger nog steeds bestaat uit dienstplichtigen. Die 1 jaar dienstplicht hebben. En is echt geen uitgekozen plaatje. De gemiddelde kwaliteit van de gemiddelde Russische dienstplichtigen, even los van zijn motivatie, is niet geweldig. Maar je hebt die dienstplichtigen nodig om die bezettingstaken uit te voeren. Want je hebt simpelweg niet genoeg beroepsmilitairen om dat te doen. Want die kunnen ze niet vinden. Er zijn in Rusland gewoon niet genoeg mensen te vinden die vrijwillig in het Russische leger willen dienen. Zeker niet sinds Afghanistan. En daar kunt u zich iets bij voorstellen. Dan zijn er ook nog demografische problemen. Rusland krimpt. Even kijken. In 1995 waren er nog 144 miljoen Russen. Dat zijn er, 148 miljoen Russen. Dat zijn er nu intussen alweer 5 miljoen minder. Dus Rusland krimpt ook en heeft dus een steeds kleiner potentieel waaruit ze die dienstplichtigen kunnen putten. Of überhaupt het leger te vullen.
En een kenmerkend probleem, maar dat is niet alleen in Rusland, maar in veel legers, is hun steeds slechtere fysieke toestand. Het wordt steeds moeilijker om enigszins geschikte kandidaten te vinden. Dat is een probleem wat we hier in Nederland ook wel hebben. Ik kijk misschien Kamp van Koningsbrugge, dat is een beetje niet helemaal hoe de werkelijkheid is. Maar in Rusland is 1 op de 50 die in aanmerking komt, is enigszins geschikt om te dienen in het Russische leger. 1 op de 50, de rest wordt afgekeurd. Dat geeft al een beetje aan drankproblemen enzovoort enzovoort. Bovendien is die reputatie van het Russische leger bijzonder slecht. Ook onder de dienstplichtigen en vooral ook onder de families. Er is een afschrikwekkend fenomeen, dat heet Dead of China. Dat is de ontgroening van nieuwe recruten. En dat is een bekend fenomeen in Rusland. Daar vallen elk jaar tientallen, zo niet honderden doden bij. Dat is een soort ontgroening. De vaders, de opa's, zoals ze noemen, Dead of China's, die hebben een soort ontgroeningsritueel waarbij elke recruit op zijn minst een paar keer wordt afgerammeld. En nogmaals, er vallen veel gewonden bij en heel veel, ook een aantal doden. Dus als je dat bij elkaar optelt, zou ik dit als een van de belangrijkste factoren willen aanhalen waarom Poetin absoluut niet buiten die kubus gaat komen. Hij kan rekenen op een serieuze sociale onrust en politieke tegenstand. Het zal de oppositie alleen maar versterken. Nou, al die factoren bij elkaar opgeteld, denk ik dat Poetin binnen de kubus zal blijven en de Oekraïne niet grootschalig zal aanvallen. Wat Rusland zal blijven doen, is wat het de komende 20, 30, 40 jaar zal blijven doen, dat is provoceren op basis van de macht die het heeft. Asymmetrische oorlogvoering uitvoeren. Destabiliseren binnen de kubus, zou je kunnen zeggen. Een beperkt strategisch doel voor de Oekraïne is dus veel logischer. Bijvoorbeeld het bezetten van zo'n strook in Oost-Oekraïne. Dan een totale verovering van Oekraïne. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, zou mijn conclusie zijn dat we voorlopig niet hoeven te vrezen voor een grootschalige invasie van Oekraïne. En als goed katholiek klop ik dat onmiddellijk even af. Want je zal zien als ik thuis kom dat het toch weer anders is. Maar ik denk het niet. Ik denk dat hij lekker aan zijn kubus blijft draaien. En dat is ook een beetje de conclusie van mijn verhaal. Ik heb een beetje meegenomen in de Russische manier van denken, hoop ik. En die Russische manier van denken is dat het eigenlijk een hele zwakke staat is die doet alsof het een grootmacht is. En dat verdraait goed doet door die asymmetrische aanpak. Ze zijn slim in het aanpakken van hun instrumenten. Goed, dat is wat ik wilde vertellen. En volgens mij hebben we ook nog even tijd om wat vragen te stellen. Ik hoop dat ik u niet... Ja, ik kom er zo aan. Eerst even een watertje... Ja, je zei net Joe Biden dat hij toch niet zo veel leiderschap toont. Maar ik hoorde hem toch stevige taal verkopen vorige week, meen ik. Maar wat wil Amerika in dit hele verhaal? Want we hebben nu natuurlijk veel over Rusland, maar ja. Wat is het belang van Amerika hierin? Ja, dat past in de grotere discussie over wat is de toekomst van de NAVO, wat is de toekomst van Amerika in Europa. Eigenlijk waren de Amerikanen al bezig met hun terugtocht uit Amerika. Hè. Als je nu ziet wat er nog aan Amerikaanse troepen is, over is in Europa, dat is misschien nog maar 30% van wat er in de Koude Oorlog zat. Dat is niet zo heel veel meer. Tel daarbij op datgene wat onder Obama al is begonnen, namelijk de pivot to Asia. De verschuiving van de strategische aandacht van Amerika naar zeg maar de Atlantische Oceaan richting de Pacific en de Indische Oceaan. De pivot to Asia. En recentelijk, de afgelopen 2 jaar, is dat ook bevestigd in de belangrijke Amerikaanse doctrines. In de belangrijkste strategische plannen van Amerika. China is nu min of meer officieel de vijand geworden. Een systeemvijand, zoals het in de Amerikaanse doctrine heet. De Europese Unie vindt dat trouwens intussen ook. En als je ook kijkt naar wat de Amerikanen op dit moment doen met hun landmacht en met hun marine en met hun luchtmacht, en dan zie je toch dat het accent vooral ligt op de luchtmacht en op de marine. En dat kan er alleen maar op duiden dat men het gevecht met China als de belangrijkste grote gevecht van de toekomst ziet. Want daarvoor hebben de Amerikanen, als ze inderdaad controle willen houden over de Pacific, hebben nu eenmaal schepen en vliegtuigen nodig. Ik denk dat Oekraïne en Rusland voor beide op dit moment gewoon slecht uitkomt. Ik bedoel,
Het botst enigszins met zijn algemene teneur van America is back en vertrouw mij maar. Maar als je simpelweg kijkt naar de hoeveelheid troepen die de Amerikanen beschikbaar stellen om eventueel in Oost-Europa in te grijpen, dat is peanuts. 3000 man. Dat doen de Russen in een uurtje. Dat is helemaal niks. Er wordt gesproken, er wordt nu in Amerika een luchtmobiele divisie klaargehouden van zo'n 10.000 man. Nou, die heeft al een dag of 6-7 nodig überhaupt om er te komen. Dat zijn allemaal peanuts. Ervaren wat schepen in de Oostzee. Ja, het zal wel. Er is een enhanced forward presence in de Baltische Staten. Het zal wel. De echte strategische aandacht van Biden ligt op dit moment in de Pacific en ligt niet in West-Europa. En misschien maakt dat de Europese Unie, die op dit moment de laatste weken, maanden, opeens een nieuwe term heeft bedacht, strategische autonomie. Dat komt mede omdat ze doorhebben dat Biden zich niet echt interesseert voor wat er met Rusland gebeurt in Oost-Europa. Dat is voor de Amerikanen is dat op dit moment geen prioriteit meer. En ik denk, eerlijk gezegd, dat de West-Europeanen dat doorhebben. En dat ze daardoor toch proberen om zelf wat voor elkaar te krijgen. Volgens mij hadden we hier een vraag. Ja. Ik zou graag willen weten hoe bijvoorbeeld in de Krim, hoe daar de Russen zijn ontvangen. En hoe het staat met Oekraïne. Ik heb het boek gelezen van Huntington ooit, Clash of Civilizations. Die zegt dat er eigenlijk twee Oekraïners zijn. En dat, wat heeft dat voor betekenis voor het conflict? Ja, in de Krim zijn de Russen betrekkelijk goed ontvangen. Het is altijd een Russisch gebied geweest, zou je kunnen zeggen. Is in de jaren 50 onder Khrushchev afgestaan aan Oekraïne, zou je kunnen zeggen. Daar hebben de Russen geen moeite gehad om datgene wat nog overbleef van anti-Russisch verzet. Dat is een grote etnische minderheid in de Krim natuurlijk. Om dat opzij te schuiven. Ik bedoel, dat moet de sobere conclusie zijn. U heeft helemaal gelijk als u zegt dat Oekraïne eigenlijk twee Oekraïnes zijn. Oost-Oekraïne, de Donbassgebied, wat een grote Russisch-talige meerderheid heeft, zelfs in sommige gebieden. Versus het Oekraïne, wat zich eigenlijk ook historisch wil oriënteren op het Westen. Dat is ook precies de essentie. U haalt Huntington aan, het is ook een culture-debat. Het zijn twee verschillende culturen, zou je kunnen zeggen. Waar Huntington ook op wees, is dat die lijn eigenlijk door Oekraïne loopt. Alles wat ten oosten zit is christelijk-orthodox-Russisch. En alles wat ten westen zit is Duits, Oostenrijks, Hongaars georiënteerd. Dus dat is nogal een dingetje. Het probleem is alleen, en dat is een fenomeen dat zich overal ter wereld voordoet, is dat we zeker sinds de Tweede Wereldoorlog een algemene stelregel hebben als het gaat om de soevereiniteit van staten. Dat doen we zowel de jure, dus juridisch, als politiek, als geografisch, is dat het morrelen aan staatsgrenzen eigenlijk een ondenkbaar concept is geworden. Wat misschien voor de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog nog wel gekund zou hebben. Wat dat betreft is de Balkan misschien het laatste gevecht in Europa wat dat betreft. Maar er is niemand, misschien hebt u hem gehoord, maar er is niemand die zelfs maar voorstelt om Oekraïne op te delen. En dat komt omdat het een ongelooflijke precedentwerking zou hebben. Uitgerekend een staat op de grens van Rusland, het land wat als geen ander de soevereiniteit van staten als heilig ziet, juist dat land zou worden opgedeeld. Nee. Zelfs de Russen willen dat niet, denk ik. Ik denk wat de Russen willen is dat Oekraïne nooit deel gaat uitmaken van een Westers pact of van een Europese Unie bijvoorbeeld. Dat zal het hoofddoel zijn, zoals ze dat ook niet wil van Wit-Rusland of van Georgië. Dus nogmaals, voor de Krim heeft het niet echt een rol gespeeld, denk ik. Bovendien is de Krim een heel overzichtelijk, makkelijk te beheersen gebiedje. Ja, in verhouding tot Oekraïne. Oekraïne is Duitsland plus, qua omvang. Met twee verschillende culturen. Overigens, des te meer reden waarom ik denk dat een grootschalige aanval zou uitblijven. Maar u heeft er helemaal gelijk in als u wijst op die culturele grens. Die loopt echt wel door Oekraïne. Dat klopt helemaal. Ja. Wioi. Oké. Ja, hoi. Je stelde dat een grote kans is dat Rusland zal blijven provoceren, maar toch binnen die kubus zal blijven. Maar ik vroeg me af, is dan de enige reden dat Rusland blijft provoceren is om die machtsstatus zo hoog te houden? Of zit daar nog een ander doel achter?
Nee, als je puur kijkt naar machtsrealisme, hè, de theorie die eigenlijk zegt dat staten die theorie volgen, maar één doel hebben, dat is het handhaven van wat ze hebben. En indien nodig uitbreiden, maar alleen als het kan, als het een win-win situatie is. Dan blijft Rusland puur militair strategisch gezien, maar ook geopolitiek gezien, geen andere optie dan te blijven doen wat ze doen. Wat zouden er andere opties zijn? De Baltische Staten zijn verloren voor Rusland. Dat gaat niet meer gebeuren. Finland, wat moet je ermee? Polen is verloren voor Rusland als bufferzone. De Balkan is intussen verloren voor Rusland als serieuze bondgenoot, Servië. Dus er is voor Rusland niet zo heel veel meer over. Er is geen manoeuvreerruimte meer langs die bufferzone, of die verlengde bufferzone zou je kunnen zeggen. Het enige waar Rusland nu nog enigszins invloed zou kunnen uitoefenen is inderdaad Wit-Rusland. Dat doet het natuurlijk ook. Oekraïne, oostelijke Oekraïne. Georgië een beetje. Deelstaatje wat ze daar gevormd hebben. En that's it. Er is voor Poetin geen strategische manoeuvreerruimte meer van enig belang. Het is niet voor niks dat ze op dit moment de junior partner van China zijn. Dat is een heel bewuste keuze van Poetin. Omdat u weet dat China alle op dit moment in militair strategisch opzicht en geopolitiek opzicht zoveel sterker is, dat hij het enige wat hij kan doen is dit richting Beijing. Hij kan niet anders. Stel je voor dat de Chinezen ertoe zouden overgaan om hun oude grensconflicten met Rusland, om die nog eens even op te rakelen. Daar kan Rusland militair niets tegen doen. Dus om antwoord te geven op je vraag, nee, Poetin heeft geen strategische manoeuvreerruimte meer. Hij doet wel net alsof, maar goed, dat hoort bij die asymmetrische aanpak. Dat is doen alsof je heel wat bent. Maar puur militair gezien, ik bedoel, als je nu al ziet dat de troepenverhoudingen in het Verre Oosten zo'n beetje 6-1 zijn. De Chinezen hebben 6 keer meer troepen in dat grensgebied dan de Russen dat hebben. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen om nog te spreken van strategische manoeuvreerruimte natuurlijk. Dus de antwoord op je vraag is eigenlijk, hij zal datgene blijven doen. En zijn opvolgers zullen datgene blijven doen wat hij nu doet. De optie van toenadering zoeken tot het Westen, die in de jaren 90 nog wel gespeeld heeft. U realiseert zich het misschien niet, maar er is in de jaren, begin jaren 90 serieus nagedacht over een NAVO-lidmaatschap van Rusland. Dat is een serieuze optie. Ik liep in die tijd ook wel eens in Brussel rond. Dat was een hele vleugel voor het Russische Partnership for Peace. Daar liep allemaal Russen rond. Dat was ook een raar gezicht in de kantine. Al die grote petten. Ja, tot een paar jaar later ook dat geen optie meer is. Er is geen serieuze strategische toekomst te bedenken tussen het Westen en Rusland. Van samenwerking, van structurele samenwerking. Die vindt op dit moment dan ook vooral plaats op de reguliere fora, zou je kunnen zeggen. Dat is de Verenigde Naties, World Trade Organization, enzovoort, enzovoort. Daar vechten ze dat strategische gevecht uit. Maar that's it voor Rusland. Meer kunnen ze niet. Oh, mag ik nog even toevoegen? Dan mag ik, want ik heb de microfoon. Een van de dingen die me altijd opvalt als het gaat om de Russische militaire macht, is dat die als ongelooflijk wordt voorgesteld. Oké, de Russen hebben heel erg veel kernwapens, ongeveer net zoveel als de Amerikanen dat hebben trouwens. Maar pas geleden hebben ze een hypersonenraket ontworpen. En Poetin kwam opeens met een onderzeedrone die eindeloos door de oceanen kon varen. Dat zijn wapensystemen die hebben geen enkel strategisch belang. Als je al in staat zou zijn om er grote aantallen van te produceren, en je zou in staat zijn om ze ook nog eens werkend te maken, dan zou je er zoveel in moeten investeren. Maar dat is natuurlijk niet wat Poetin wil. In het kader van de asymmetrische oorlogvoering is het genoeg om ze te bouwen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En ze te ontwikkelen. En net te doen alsof er ooit een raketsysteem ontworpen wordt wat de Russische of de Amerikaanse antiraketsystemen kan overweldigen. Nou, voordat hij dat voor elkaar heeft, moet hij er een paar duizend bouwen. Dat kan hij niet. Dat kan de Russische industrie niet. Dus laten we wat dat betreft niet al te veel bang worden van de Russische wapens. Ja, hier. Gisteren, maar als je zegt van de ruimte die Poetin kan zien om zijn invloedssfeer verder uit te breiden, is beperkt, zeg je net. Dat zal hij ook inzien. Maar wat is dan
wat probeert hij dan nu te bereiken? Nou, dat is nou precies datgene wat die kubus zo interessant maakt. Als het inderdaad zo is dat hij voortdurend binnen die kubus moet blijven. En die kubus is een beetje geografisch gezien Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië, Centraal-Azië. Dat is een beetje aan de westkant is dat de kubus waar hij nog een beetje mee kan manoeuvreren. Dan resteert hem niets anders dan te provoceren, zoals we net al zeiden. Provoceren op zich is ook een strategisch doel. Want het heeft één groot voordeel. Het houdt je tegenstander bezig. Er is geen optie te bedenken waarbij Poetin een strategische pauze zou inlassen. Dus gewoon zou zeggen van, nou, we gaan onszelf nu eens even helemaal concentreren op de economie. En er valt nog wel wat te verbeteren in de Russische economie. Nee, hij moet die Russische energie juist gebruiken, die economie juist gebruiken, om te provoceren. Om als wapen te gebruiken. Denk aan de hele discussie over energie. Dat is wat de Amerikanen zo mooi noemen, weaponize iets. Elk onderwerp wordt geweaponized. Of het nou diplomatie is, of economie, of militair. Alles wordt geweaponized. En dat is ook wel weer het geruststellende, als ik het zo mag zeggen, van dat soort... Denkt u werkelijk dat de Russen ooit serieus zouden overwegen om Polen aan te vallen? Ik noem maar wat. Dat zouden ze 5 dagen volhouden, die aanval. En dan hebben ze al geen troepen meer om het verder door te zetten. En bovendien, wat zou het strategisch voordeel zijn van Poetin om Oekraïne te veroveren, überhaupt? Wat voor voordeel zou hij daaruit halen? Dus ja, ik ben toch enerzijds bang dat ik als antwoord op je vraag moet zeggen... Ja, er resteert niks anders dan te blijven provoceren binnen die beperkte strategische ruimte. En tegelijk is dat ook heel geruststellend. En ik zou er nog iets aan willen toevoegen. Ik denk dat veel westerse diplomatie impliciet ook op die gedachte gebaseerd is. Dat laat die Russen nou maar lekker roepen en gooien en schreeuwen. En laat ze maar lekker het MH17-proces dwarsbomen. Maar ze zijn geen strategische bedreiging meer. En ja, dat is enerzijds een verontrustende, maar anderzijds weer een geruststellende vaststelling. Ik ga dan niet zeggen, ik ga rustig slapen, maar... Oké, gaan we even nadenken. In hoeverre is de Oekraïnse politiek is best wel onstabiel? In hoeverre is dat een probleem? Ja, dat is absoluut een factor ook in die asymmetrische oorlogvoering. Pas geleden was er het bericht dat ze bezig zijn om een vrij onbekend parlementslid, pro-Russisch parlementslid, om die dan de nieuwe leider van Oekraïne te maken. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. De grote vrees die de Russen hebben is dat Oekraïne ooit een serieuze democratie wordt. Dat het leert om een democratie te zijn. Dat begint het langzaam maar zeker, wat je verder ook van Oekraïne vindt. Wel te worden. Dat kost nog 10 of 20 jaar, maar het gaat wel gebeuren, waarschijnlijk. Het leert. Het is een land dat leert. Dus dat maakt de manoeuvreruimte voor de Russen alweer wat kleiner. Bovendien, en dat heeft ook historische wortels natuurlijk, is het een land... ik denk niet dat het alleen maar propaganda is wat de Oekraïners nu zeggen, dat ze zullen terugvechten. En dat ze langdurig zullen terugvechten en dat ze zullen sterven voor het vaderland. Ik denk dat daar wat in zit. Ook gezien de geschiedenis van Oekraïne enzovoort enzovoort. De verschillende generaties. Dus ook daar, ik kan me eerlijk gezegd niet goed een scenario voorstellen waarbij de Russen er nu nog in zouden slagen om een regime change in Kiev voor elkaar te krijgen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Langzaam maar zeker wen je aan een democratie. Dat is het leuke van een democratie, is dat je ook de voordelen ervan gaat inzien. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de contacten die we hebben met Oekraïnse studenten, bijvoorbeeld in Utrecht en Leiden, je merkt langzaam maar zeker dat ze echt wel westers worden en westers willen worden en zich ook westers oriënteren. En dat ze ook, zeker als ze uit Kiev komen, Oost-Oekraïne zien als een, mag ik het zo zeggen, achterlijk stukje Oekraïne. Nou, al die factoren bij elkaar zorgen er denk ik voor dat ik me niet goed kan voorstellen dat de meerderheid van de Oekraïnse bevolking dat zou toelaten. Dat de Russen een regime change voor elkaar krijgen. Ik denk het niet. Ja, daar hebben we nog iemand. Dankjewel. Is het denkbaar als Poetin zeg maar in het Westen iets gaat doen dat aan de oostkant... eigenlijk een gat gaat vallen dat China daarin springt.
En dan hebben we denk ik een derde wereldoorlog. Ja, ja zeker. Dan springen we even naar het Verre Oosten, maar het is een heel, heel logisch verband om dat te trekken. Ik zei net al, Rusland heeft op dit moment geen andere optie ten opzichte van China dan de junior partner te zijn. Dat zie je onder andere uitgespeeld worden met oefeningen enzovoort enzovoort. Ik heb ook gezegd dat de grote strategische dreiging van voor Rusland aan het westen is die poortfunctie van Oost-Europa. Maar daarvan is langzaam maar zeker wel duidelijk, ik zei het net al, dat daar weinig meer te halen valt. Dat is een verloren strijd voor een groot gedeelte. Als je nu ziet dat China zijn strategische plannen, de opbouw van zijn leger, zijn assertiviteit, over een periode van de komende tot 2035 heeft uitgestreken, dan is Rusland op dit moment redelijk veilig. De Chinezen hebben op dit moment even andere strategische prioriteiten dan dat. Ze zijn vooral bezig met het consolideren van wat ze hebben en dat uit te bouwen. Er zijn natuurlijk ook economische problemen die een rol spelen. En hun focus is op dit moment nog vooral de Zuid-Chinese Zee. Alle incidenten enzovoort enzovoort. De clashes met de Amerikanen die ze daar hebben. Maar er komt een moment dat China, wat het ziet en wat Xi ook ziet als zijn natuurlijke positie, als hegemoon in het Verre Oosten. Want dat is hoe het zichzelf ziet. Daar maakt Xi ook geen geheim van dat dat zo is. Het heette vroeger het Midden-Koninkrijk, in de tijd dat het nog een groot empire was. Daarop volgde de eeuw van de vernedering in de 19e eeuw. En China is back, zou je kunnen zeggen. En dat maakt Xi ook heel erg duidelijk. Het tijdsframe daarvoor is 2035. Dan moet China een autonome, sterke, dominante staat in het Verre Oosten zijn. Tot die tijd mag Rusland in zijn handjes knijpen. Als de Chinezen zich daarop blijven focussen. Maar er komt een moment waarop, en dat zal elke realistische politicus je bevestigen, denk ik, waarom dat niet langer zo is. Waarin dat partnership langzaam maar zeker voor China een nadeel wordt. En dan zul je zien dat het misloopt. Tot die tijd, de komende 10 jaar, 15 jaar in ieder geval, hebben de Russen een window of opportunity, zeg maar, om zoveel mogelijk samen te werken met de Chinezen. Maar ik denk niet dat dat stand houdt over 15 jaar. Maar voorlopig heeft hij dat voordeel. China is gewoon bezig met zichzelf, vooral. Ja. En heeft zijn strategische focus ergens anders liggen. Ja. Ja. Geen vingers. Ik ben hem even kwijt. Nou, maar misschien de positie van Duitsland is natuurlijk interessant ook. Moet dat? Nou, lijkt mij een complex verhaal. Maar misschien kun je toch in korte bewoordingen iets over zeggen hoe zij erin staan. Ja, zeker. We hadden het net al even over die strategische autonomie van de Europese Unie. Er wordt heel veel over gesproken, hè, dat Europa moet de taal van de macht leren spreken, zoals commissaris Borrell pas geleden zei. Iedereen denkt nu na van wat zou in hemelsnaam strategische autonomie zijn. De term is er wel, maar niemand weet precies wat het is. En dat heeft natuurlijk met heel veel factoren te maken, maar een van de factoren is de inherente tegenstrijdige belangen van Frankrijk en Duitsland ten opzichte van Rusland. Frankrijk heeft één doel, en dat maakt ze ook ongelooflijk eigenwijs en ook vaak heel erg irritant in de diplomatie, is dat ze hun eigen rol willen spelen, zelfs binnen die Europese autonomie. De Franse diplomatie die afhankelijk wordt van anderen bestaat niet. Een voorbeeldje te noemen, op een bepaald moment gaan de Fransen bombarderen in Libië. En dan komt de Franse ambassadeur bij de NAVO-raad in Brussel en daar wordt gesproken over moeten we Libië gaan bombarderen. En de Franse ambassadeur sluit af de vergadering. Het is twee haakjes, onze vliegtuigen zijn op dit moment onderweg naar Libië. Het is maar dat u het weet. Dat is Franse diplomatie, in een nutshell. De Duitse diplomatie is veel geostrategischer, zou je kunnen zeggen. Dat is ook iets wat te maken heeft met de geschiedenis natuurlijk. Ook geopolitiek ligt Frankrijk een stuk gunstiger dan Duitsland. Het heeft veel meer opties, Frankrijk, om een maritieme rol te spelen. Om een rol richting de Middellandse Zee te spelen. Een rol in West-Europa te spelen. De strategische rol van Duitsland is veel beperkter, even los van zijn geschiedenis natuurlijk. Dat zal voor u allemaal evident zijn. Ik denk dat die tegenstrijdigheid tussen wat Duitsland wil, en ook denken aan zijn energie natuurlijk, de pipelines, en de Franse oriëntatie om toch altijd wel weer de leider te willen zijn van de Europese kudde,
Dat is wel een belangrijke factor, denk ik, in het samenhang van de Europese antwoord op Rusland. Er is strategische autonomie, het woord zweeft rond, maar niemand weet precies wat het is. En volgens mij legt het alleen maar bloot wat eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds het begin van de Europese integratie, de kern is van het tempo waarin die Europese integratie loopt. Althans op het gebied van politiek en veiligheid. En dat is de tegenstelling tussen Duitsland en Frankrijk. Het is niet anders. Eigenlijk vind ik dat we het op dit moment nog redelijk goed doen ten opzichte van Rusland. Maar nogmaals, dat komt denk ik ook omdat in Europa het besef heerst dat het wel zal meevallen. En dat de Russen Oekraïne niet gaan binnenvallen. Oké. Is er iemand die ik het woord kan geven nog? Of ga ik toch met een verontrustende vraag misschien de avond afsluiten? Zijn er kansen op ongelukken? Jeetje. Kijk, Poetin zit vrij geïsoleerd met een kleine staf die hem informeren. Bijvoorbeeld de minister van Defensie is een behoorlijke havik, begrijp ik. Die kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen van nou is het genoeg. Nou moeten we een vuist maken of in ieder geval iets laten zien. Je hebt een plaatje hier van Britse soldaten. Boris Johnson heeft misschien ook wel eens een keer een aanleiding om van zijn thuisfront wat afleiding te zoeken. Dat kan leiden tot incidenten. En hoe gevaarlijk denk je dat dat zou kunnen zijn? Ja. Nou, sterker nog, in het kader van die asymmetrische oorlogvoering, en daar kon je op wachten, suggereren de Russen dat ook. Ze hebben onlangs gezegd van ja, er zijn CIA-agenten in Oekraïne en die zijn bezig om een chemische aanval voor te bereiden. En dat zou dan een reden zijn voor het Westen om ons aan te vallen. Alsof het Westen serieus nadenkt over het aanvallen van Rusland via de Oekraïne. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee, ik denk dat die kans op die ongelukken, en dan ga ik weer maar even afkloppen, niet zo heel erg groot is. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat Poetin... we spreken vaak over Rusland als een illiberal democracy. Als een democratie die doet alsof het een democratie is, maar dat natuurlijk niet is. Poetin heeft vrijwel volledige controle over het veiligheidsapparaat. En het veiligheidsapparaat vindt dat ook prima. Want ze weten met Poetin wat ze aan hem hebben. Namelijk iemand die zoveel mogelijk geld in dat apparaat stopt. En ook elke keer maar weer zijn loyaliteit ten opzichte van de krijgsmacht laat blijken. Dus Poetin is geen dreiging voor de krijgsmacht. Dus ik kan me eerlijk gezegd niet goed voorstellen dat een lokale Russische bevelhebber nu opeens een provocatie of een ongeluk of wat dan ook. Er wordt in de loop van de geschiedenis, in de loop van heel veel conflicten, worden heel veel voorbeelden aangehaald van waar incidenten zouden hebben geleid tot een grootschalige oorlog. Die zijn met op de vingers van één hand te tellen. In de moderne oorlogvoering komt dat niet of niet meer voor dat dat gebeurt. Even los van het feit dat er nog steeds een hotline is tussen Moskou en Washington om dat soort dingen op te lossen. Wat ik wel fascinerend vind, is dat ze door Rusland in de wereld gebracht worden. Dat het zou kunnen gebeuren. En dat is simpelweg een vorm van asymmetrische oorlogvoering. Dat past in dat schema hier ergens op de tweede laag van dat blauwe, dat niet militaire. Dat is simpelweg een kwestie van propaganda en informatiemanipulatie. Het is volgens mij, als je kijkt naar de strakheid van de Russische discipline en de strakheid van het Russische bevelsapparaat, eigenlijk ondenkbaar dat er zoiets zou gebeuren. Kent u de film Dr. Strangelove? Er is een Amerikaanse generaal, die wordt iets wat gestoord. Die denkt dat hij impotent is geworden omdat de Russen communisten iets in zijn water gestopt hebben. En die stuurt zijn B-52 bommenwerpers richting Rusland. Neemt u van mij aan, dat soort scenario's is fantastisch voor films en wat dan ook, en series en wat dan ook. Maar komt in de werkelijkheid, er zijn zoveel mechanismes ingebouwd om dat niet te laten escaleren. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Nou, we hebben de telefoon nog niet gecheckt, Christ, maar daar vertrouwen we voorlopig eventjes. Ja, mijn woord geldt tot nu. Dank u wel, Christ, voor al je kennis die je met ons hebt willen delen. En ik heb toch wel een redelijk gerust gevoel voor vanavond in ieder geval. Laten we dat vasthouden. Dank u wel voor jullie komst. Drink nog even een biertje, zou ik zeggen. Want we kunnen tot 10 uur nog aan de bar terecht.
Maar dan moet die ook weer op zijn, natuurlijk. En we hopen jullie bij een van de volgende programma's van Studium Mineralen weer te treffen. Of op 10 maart, meen ik, hier weer in het Hartslagcafé. Dankjewel.